Knip dat in ook. Je kan nooit reclame. Ja, dat is waarom een lang stil en haak, Simon? Om snoeken te missen. En waarom mis je, serieuze vraag, waarom mis je snoeken, denk je, door lang stil en haak? Omdat je hefboom tussen je hekpunt en je oog te groot is. Hmm. Ja, het is een kiezen tussen de cholera of de pest. Want als je een korte haak gebruikt met dat type streamer, waarin dat we Bucktail, we gaan geen hertenhaar, maar bucktail gebruiken. We gaan zelfs de bovenkant van de bucktail, hetgeen dat de meeste mensen niet gebruiken, gaan we net gaan recycleren. Mm-hmm. Om die kop te maken. Minder approach is, er zit al een cone hit voor, waardoor je materiaal achteruit komt. En de kop, de ogen zijn weer gekleefd met mijn trucje met mijn epoxy. Mm-hmm. Dus dat wordt keihard, dat geeft niet te veel mee. Dus dat wil zeggen dat je een korte haaksteel hebt. Ik ga dat proberen een beetje visueel te maken voor de camera. Als je een korte haaksteel hebt, dan spreek ik me van nu haakpunt tot haakoog is ongeveer dat. Mm-hmm. Als je dat verkort, is dat maar dat, maar zit je vlak achter je, die zware nabouw van die kop. Maar waar is dan je kop op een aparte schenk en de jacht? Dat is een... Je hebt al 150% likken, maar dat is op één haakbom. Dus als je dat wilt doen, moet je dat zeker... Nee, er is nog niks mis, maar je hebt er 100% likken. Maar dat is nu op één haakbom. Als je daar een shank voor zet, met een aparte kop gemaakt van je bucktail en eventueel een klein beetje flash of een beetje pearl, dat is perfect mogelijk. En in actie, of misschien zelfs nog iets geschonderd, maar dat is dus al een... Niet dat ik jullie daarmee op dat niveau wil zetten, maar dat is een dummy-proof streamer voor mensen die beginnen met vliegbinnen voor de polder. Want dat is waarom, er komen meer en meer mensen tegen, vooral ook in IJzervallei en anderen, die zeggen van wel beginnen vliegvissen op snoek in de polder. Wat kunnen we maken op een man die nog niet lang vliegbinnen en al? Dat proberen we een beetje op in te spelen. Maar een shank ervoor is absoluut heel mooi en kan perfect werken. Dat is zeker waar. Maar als je het op één haak doet, heb je langstelig nodig. Want anders ga je voor het schoen. Kijk, even zwakken. Dok. Mag ik even zwakken? Dus je krijgt dat goed. Doe maar verder. Oh nee, even. We gaan van die strung hackles gebruiken. De kleurkeuze, nu dat is een beetje een snoekimitatie dat we maken, maar je kan dat in alle kleurcombinaties maken die je zelf wilt. Rood, wit, de klassieke combinaties. Probeer er twee uit te halen die een beetje dezelfde lengte hebben. En een beetje puntig toelopen, min of meer. Dan maar... Rood. En rood. Ja, zo. Ja, nummer 1. Voilà. Nummer 2. Dus ik moet hem maar doorgeven. Gaan we dat ook nodig hebben? Dat zijn chartreuse hekkels in dat geval. Ik heb hier ooit een keer voor nek en kal geplukt, voor een mixtape van alles. Ja, ik kan me niet die hozen zo naar die zand. Meneer, alsjeblieft. Voor de Cola Light. Cola Light? Ben je mee? Ja, ik zal wel. Ja, twee plakjes. Een koen. Een koen op een. Ja, wacht even. Ik weet niet of andere over kunnen. Wacht. Een koffietje dik als je bent. Ik ben heel content. Ah, maar dat meen je altijd goed. Zo net als Simon, iedereen krijgt zijn opzijde. Ik denk dat het oranje boven. Oké. Okay. De.
De strung hackles, dat is eigenlijk een banaal hackle, eigenlijk, dat is niks speciaals. Wat kan de sunburst, dat is altijd goed. Dat is vaak goed. Of je pakt een heel of een oranje, een knal oranje wat dan. Die ga je. Strippen tot een bepaald niveau. En eigenlijk ga je ze naast elkaar leggen dat ze even lang. Voilà. Dat ze even lang materiaal bloot leggen. Ja. De rest knip je gewoon op. Dat er dat fles priet aan blijft staan. Dat is te veel. Van hier, hiermee ga je dus lekker van je streamer. Van je hier te lang gaat, van je streamer op te gaan. Ja. Tonnen. Juist boven je haakbocht zet je aan beide kanten die plummetjes vast. En je zet ze wel met de holle kant en de bolle kant van die veren. Dus met de bolle kant naar buiten. Dus eigenlijk dat ze tegen elkaar raken. De D zet je naar binnen en de andere zet je naar buiten. Ja. Dan zet je ze schoon vast. Ik weet niet dat tegen de regels van de vliegbindkunst is. Ik ben hier nu ongelooflijk. Waar elkaar toe? Ik ben hier mijn plaats in het vliegvestparadijs na mijn dood al verspelen om dat te doen. Ik weet het. Jo. Ja, maar hier heb je al kiezen. Niks, dat gaat er allemaal op staan. Die barbaren, noem ze maar bij naam, Antonus. Barbaren, Gino Cozeens, je bent een barbaar. Respectloos zoogdier dat je bent. Ja. Is er nog iemand die in extreem is toch wel mee binden? Is dat ik hier mijn doos neem en afdruk? Jonge gasten, hé. Jonge, het is juist het open dat ik genoeg van die hekkels dat er van die hekkels in zijn. Ja, opzij. Als je een vogel op zit, zit het seizoen. Moest er niet genoeg chartreuse in zitten, maar dat noem ik echt de mie. Zeldzaam. Als je geen grizzly meer vindt, kun je van die olif pakken ook, die erin zit, en grizzly, ofwel pak je van die groene zonder strippetjes, dat kan ook. Maar ja, van een beetje moe. Ja, wat kunnen we die nekken vergeten, merken. Die groene. Bon, maakt niet uit. Hetzelfde met je tweede pluim, de die maak je iets langer. Dus we gaan nog niet waar dat dan komt. Dat mag eraf zeker. Dat mag eraf. Precies hetzelfde. Net iets langer, centimeter langer, ja. Ja, ook twee zeker. Hè? Moet er een loza één zijn? Ja, we komen. De straat staat voort. Koffie? Ja, ik mag toch een maand bij wel. Zou je een andere kleurcombinatie wel? Ik kan er rood bij wel. Ik vind dat rood wel. En die zet je met de bolle kant naar binnen. Dus als de vieren. Ja. Weglopen van je naaksteel.
Dus wat hij nu had, is zoiets. Je probeert dat een beetje in dezelfde richting te zetten, dat dat een beetje naar beneden valt, dat maakt niet uit. Door de waterdruk komt dat allemaal in één lijn. Dat moet er niet mee inzetten. Een beetje langer, natuurlijk. Iets langer, net iets langer, dat is ook ik. Om het vergelijk te maken, dat is ongeveer. Alright. Breathe in, breathe out. Relax. Ik vond hier mijn fameuze pearl hier. Als je dat eruit haalt, houdt dat onderste vast. Hij trekt er een beetje naar zo, dat dat meekomt. En dat gaat dan een ongelooflijke nest worden, omdat het niet echt. Je dubbelt, je knipt. Toverschotje, bloedbakje, knip. En nog een keer. Knip. Een jonge vloei ongeveer een toefet van dat. Een beetje uit taperen. En hetzelfde als juist. Je legt dat op je naaksteel. De volgende. Ja. Dus je maakt er een iets korter toef van. Altijd een beetje nut tapen. Zet dat ervoor. En hier ga je eigenlijk de bulk weer van je streamer gaan maken. Dus dubbel en knip, dubbel en knip, dat je zo toe gaat. In verband met de vertegenwoordiger. Ja, ik heb door hier met Harry. Ik heb hem recht gestuurd, Jean Benoît. Okay. Tungs, van Kans, Tungs. Pak me van die lateral scale-achtige dingen hier. Ja, dus je legt hem op de helft, je doet een paar terug, dus rond je legt hem waarom dan? Ja, dus erop leggen, op de helft. De helft van je hand van je hand. Ja, Dan gaan we de lengte van de
De veert. Van die rode lateral scales, hè? Even lang. Aan beide kanten. Shush. Zie dan uw stem draagt me al. Serieus? Ja. Zijn stem draagt links. Voilà. Dus aan beide kanten schoon en vast te zijn. Oké. Okay. Ja, als we met draad kunnen. Ja, is goed. Dat een zilver draadje zijn? Ah, ja. Zit er hier mee? Aan beide kanten een stukje tot het einde van, de, van je veer. Een stuk afknippen. De lengte van je veer. Twee keer. Ja. Dus dan gaat het dan die man. Dat is je zeeling van je visje die je had imiteerd. Dus omdat er maar twee in zit. Ik heb een beetje Okay. Van die kraftvuur, dus fluoblauw staat er op zakje. Dat is voor de die die eigenlijk dingen zijn. De kleuren blenden. Dus ja, een olive groen. We gaan een lusje maken. Gaan we doen, dubbing lus? Ja, dubbing lusje. Niet al te groot, een centimeter of 12 soort van. Allee, moet niet overdreven zijn. Dat toch een beetje. Parkeer je in draad een beetje vooraan en zo. Dubbing twisterke. Maar je zou die hier moeten kussen, wat? Nieuwe stofzuigerzak pakken, zullen we? Niet van En dan weer hetzelfde. Je geeft dan naar één kant. Chef. Je geeft dan naar één kant. Aatje. En dan met je schaar eronder, hier. Over het matje. Vrimo. Dan komt het. Vasthouden en met je schaar dat terugtrekken. Hebla. En dan weer vastpakken bij de coiffeur. En tegen je matje knippen. Hè. Dus langs je matje, ja. Dan heb je dat in één keer vast. Je kan nu twee dingen doen, als je daarmee werkt, dat heb ik ook al 300 keer gezegd, in verschillende avonden. Ofwel wil je die ondervuur, laat maar zeggen, dat je anders die natuurlijk vel hebt, al je eruit, ofwel dat je dat zitten voor volume. We gaan dat nu laten zitten voor volume, dus we gaan dat er niet peuteren. Dat is iets moeilijker voor dan achteraf je materiaal weer los te peuteren, maar het is wel mooier voor een dikker lichaam te vormen. Dus, meer referentie natuurlijk, ja, iedereen heeft zo'n schaar, maar dat is wel de lengte van de schaartje dat ik pak, een centimeter of 5, 6, is meer dan voldoende. Als je nu lange dubbinglussen wil maken met dubbel van materiaal, raad ik aan voor toch twee keer een lus te maken, dan één keer lang en trommel proberen één keer tussen te voegen. Nee, want je gaat vernesten. Dan vlieg ik toch niet langs alle kanten. Dus nu doen we weer hetzelfde als juist. We gaan dat hier voorzichtig los prutsen. Niet hard aan trekken, nee, want als dat glad materiaal is, gaat er zeker het vliegen. Dus gewoon op het gemakje. En uiteindelijk krijg je dan ja, een beetje een brug he, van kracht. Wil ik of niet? Maar je mag toch brug. Simon had er... Dank je nog niet. Voilà. Dan pak je, ofwel doe je rechtstreeks op je dubbing twister, dat is naar één keuze. Of dat je rechtstreeks met je dubbing twister er ronddraait, of je het op een klemmetje pakt. Dat maakt op zich niet veel uit.
En wat gaan we doen? Nu gaan we toch wel redelijk naar voren komen met ons materiaal. Ik bedoel daarmee dat we onze slagen niet echt op elkaar gaan leggen. Maar dat we ondertussen, met dat dat minder glad haar is, dat hier, dat is van tof, dat materiaal. Gaan we toch proberen, zo goed of dat gaat, materiaal achteruit te trekken en te maken dat het niet te veel vernest wordt. Want het is moeilijker wat anders achteraf los te krijgen. Voilà, en turke per turke. We gaan nu proberen ermee naar voren te komen. Want wat moet er daarachter nog gebeuren? Nog een beetje van die puin. En dan gaan we onze kop van de boom. En die buckteel. En die kop en buckteel pakt meer plaats dan dat je zo verwacht. Dus je moet niet verschieten dat je nog een goede centimeter en een half pakt. Binnen dat een centimeter en een half vrije ruimte hebt. Dat is niet abnormaal. Hè. Zo, leg dat boekje hier vast. Zie dat dat toch met een paar wikkeling vast ligt, dat dat niet meer weg kan. Ga eerst dat ik door weer mijn naald voor die vezeltjes los te trekken rondom rond. Dus dat zo, of met een kammerke of een ding dat ze, je moet dat zelf een beetje voor je negen uitmaken, maar dat is het makkelijkste. Hé. Een beetje geprutst en gefrimmeld, maar het heeft wel een schoon resultaat. Kijk, dat je ziet dat er nog niet te veel met dubbel van zit. Trek je dat schoon achteruit. Doe even die klemmetje los. Je pakt heel de boel samen en zet dat weer een beetje vast. Dat dat min of meer blijft liggen. Wat je ook doet, is een klein beetje lak of secondenlijn, naar keuze, op je draadwikkelingen voor alles vastleggen. Zo. Moest het nu zien dat je zegt van, god, dat zit, dat is persoonlijke keuze. Dat zit er weer te onregelmatig. Ga je altijd met je schaar langs je draad knippen. Je zegt, ik wil echt heel dicht in mijn draad hebben, minder volume. Nu mag je dat zo houden. Ja. Maar je kan dat niet natuurlijk, dat wel, kan je dat doen. En nu is het gaan draaien. Is het draad vast? Ja, als die genoeg gespannen zit, kan het geen kwaad, dan mag je direct beginnen draaien. Ik doe het omdat dat vrij rap wordt met zoiets, dat draait zodanig rap dat ik hem eerst tegen en toen ik hem loslaat, heeft hij zo'n veel macht en actie dat hij het materiaal deels ook rondspint. Dat is dus hij heeft heel rare vingers. Ga je zo'n dubbing twister met een rollementje in en je wilt dat soepeler doen draaien. Die hebben al turken gedaan, het pakt een beetje alcohol, ontsmettingsalcohol of dingen. En die rollementjes zitten in een beetje vet natuurlijk, als dat maar. En als je er alcohol in giet, lost dat vet een beetje op en draait dat na een tijdje. Binnen zo lang als hij wil. Mijn gasten zijn gefascineerd van dat spel. Ik kan binnen zien komen en zeggen, waar is jouw dubbing twister? Want er is ook er nog bij zetten, of is het voldoende? Ik zou het al zo lang. Zit niet, ben je niet dat er meer op zit bij mij? Een beetje meer. Ja. Dus je mag kiezen, als je vindt dat je er meer op zet, maar de rest niet. Ik nog niet. Het is de plaats, ja. Ik weet niet wat er nog moet komen. Je moet nog een keer zo'n van die puil een beetje bij. Ja. Erover, die we dan ook gaan kleuren, de bovenkant gaan we kleuren met een stift. En dan is het eigenlijk het kopje. Dan is het een tof buckteel dat we heel lang staan. We trekken de overschotjes naar van achter. En zetten we nog de dikke haren van de buckteel. Gaan we nog een keer een kransje maken. En dan is het afbinden en bijknippen in de vorm van de kop. Meer is het. Een goede gedachte hier. Nu hebben wij nog een stukje. Het zijn er nog pas geboren. Ah, dat is zo'n knijper. Ja, maar moet ik nou niet dat wordt. Niemand had er stress mee, nog? Ja, go. Stomvol.
Well, this is something that we have. I don't know. We buy it straight from the supplier, but you find it everywhere. We have it, or you have it in your. You don't have this? No, but it's a rotary dubbing twister. It's in a sense easier because you get to hold it to have some tension on your thread, and with your thumb, there's no need to speed it fast. If you have an application where you have to speed it slow, then you do it bit by bit, and you have better control over the movement. You have one hand free, otherwise you have to twist with both hands. So, and that's right. Those stump hackle pliers are, in my opinion, the best there are on the market. Yeah, they're extremely good. If you, even for pinching hackles or feathers, or for taking the thread, and it doesn't cut the feather, it doesn't cut the stem, it doesn't cut the thread. I never have a problem with this. Never ever. And with what is easy is because it's a loop eye, you can twist it around. It's the best invention since the wheel and hot water. Yes. Can I take it? Sure. If we don't have them, but if you find them, it's an investment that's worthwhile. I think it costs 7 euros, 8 euros maybe. And you have them in two sizes. You have them in the large size, and you have them also in a smaller size. Yeah. It's very good material. Very, very good. Come see my shop. Heb ik hem een matje? Dan moet ik op een vreemd taal. Heb ik hem een matje? Ik voel het toch niet. Ja, ja. Fijne beetjes krijg je uit. Beter voelen. Want die was Vlaming, het is ook een twadde. Het is ook een hoek of nee. Dus, we gaan hier weer met onze peul. Met onze peul gaan we. Maar nu mag je er, je mag er niet te veel nemen. Alleen niet te veel, je moet niet overdrippen. Ja. Hopla. Nog per? Ja. Nog per. En we gaan ze ongeveer zo lang maken. Kun je er een idee te geven? Gino en Philip, ongeveer zo lang. Dus weer een dubbel met je ongeveer direct. Weer in de helft vaststaan, vlak voor. Net voor je dingen ingemaakt hebt. Hebben we dat je nu wet? Voordat je hem overlegt, en nu moet je goed lusteren. Je moet niet, maar ik kan je nog goed lusteren. Voordat je hem overlegt, hetgene dat naar achter ligt, gaan we kleuren. Hetgene dat naar voren ligt, gaan we splitsen in twee en gaan we onderaan inbinden. Gaan we dat van onder inbinden. En we gaan dat imiteren, de vuil, witte, heelachtige buik van een snoepje. En de bovenkant gaan we ietsje in dark olive mee kleuren voor de rug. Dus je pakt die toef dingen vast en je gaat dat met die stiftje erover. En dan ga je zien dat je opeens een schone olive pearl krijgt. Yummy, yummy. Fish. Voilà. Meer is het niet. Zoiets? Iets korter. Ja? Dus en de dingen die naar voren zitten, splits je half om half. En forceer je naar beneden voor eigenlijk de buik te maken. En dat wordt dus niet gekleurd. Dat loopt gewoon natuurlijk. Ja. Je hebt daar in alle kleurtjes die Stef. Dat is de second best invention sinds de wheel and hot water. Stef. Sorry. Dat is dan 5,95 euro alsjeblieft. Ik ga het tjoepje erop gestoken. Ja, dan is het goed. Het eerste van die stiften, nou, ik gebruik dat toch maar veel,
is dat je dat de kleurschakeringen in hebt. Dat je heel, heel goed ook je kleurschakeringen en je materiaal kan opbouwen. Je begint altijd je volledige lengte en je lichtste kleur. Lekker dat je gaan spraypainten of dat je gaan airbrushen of zo, of gaan schilderen, begin je met je lichtste kleur. Oké. Dus dat valt op zich wat? De hoeveelheid valt op zich wat? Recyclage van de buchtdeels. Een stuk dat meestal niet gebruikt wordt door vissers. Dat is, meestal. De slimme gebruiken dat wel. Dat is dat middenpand die altijd gekleurd is. Dat is dat weinig gebruikt. De meeste zitten altijd hier op die fibers te gebruiken, een heleboel. Maar dat middenpand heeft hier ook wel zijn kwaliteiten. Eén, dat is altijd een heel schone, ik kan niet zeggen een grizzly effect, maar dat schilderen. Wat we gaan doen, we gaan er een toef van afsnijden. Ja, wat is een toef? Ze drukken eruit op internet in pencils. Een plukje. Dus ja, het is een beetje mekken. Je probeert dat zo goed mogelijk op dezelfde positie te houden. Dus ik ga dat nu even dat prul eruit halen hier. Want het zit er heel dun, je ziet dat, het zit er al zo'n dunne underfur in. En de dien is beter voor je rotatie en voor je opentrekken van je buckteel dan eruit is. Dat gaat net iets makkelijker dan. Nu, je moet dat niet uitkammen of doen of speciaal rond doen, dat is niet nodig. Je zet dat even en dan pak je die toe. Je zet dat op je haaksteel. Probeer dat een beetje vast te doen. Aan de bovenkant dat dat niet te veel ronddraait rond je naak. Je mag, als je dat liever hebt dat ronddraait, dat overal rondom rond zit, mag je dat doen. Het is niet de bedoeling. Je doet 1-2 losse toeren. Je maakt dat je een sterke draad hebt. Maar je moet kunnen trekken op je draad, op je buckteel. En wat gebeurt er? Zoals met mijn hert en haar komt dat even goed open. En dan de 1 en trek je hem schoon vast. Voordat je dat nu verder aan gaat trekken, pak je je nagellak of lijm en probeer je dat al in die naad hier gewoon aan te steppen en een klein beetje te fixeren dat je lijm erdoor loopt. Dat een heel klein beetje vast zit, want nu gaat dat nog altijd een rondje nagedraaien. Onvermijdelijk, dat staat nu naar boven. De truc is nu dat je zo'n klemmetje pakt. Ik weet niet, iedereen zo'n klemmetje niet of? Oké. Okay. De truc met de duif is, je hebt die koon hier, je probeert zo goed en zo kort op dat gaat, zonder dat boelje te doen roteren, dan erachter te doen. In buisje? Met een buisje kun je dat doen. Okay. Ik doe dat met mijn vingertjes. Ja, met de dingen van de stilo kun je dat doen. En wat gaan we proberen te doen, dat is dan hier overgaan. En zo. En proberen alles een beetje mee te pakken. Zo goed en zo kort op dat gaat. Het meeste proberen mee te pakken. En proberen vast te zetten. Waarom? Omdat we nog een keer hetzelfde gaan doen. Ervoor. Nee. Dan gaan we een tweede toef zijn, maar zonder de punten van de. Wat je geknipt hebt, Frederik. Maar ik heb het ineens keer weer dat ik een toon. Moet ik het allemaal verder? Ja. I try to. Yes. Nee, het very clever move. Ja, zo verkeerd. Ja, ik heb het de kop getikt. Are you ready to drink some? You drank some flesh? Some hair. Yeah, I used. I'm going to teach you some Brugge, hey? You live in Brugge. Kus de magen. Say kus de magen. Kus de magen. Kus de magen. Kus de magen. It cleans the stomach. So if ever you eat something that you didn't want to eat and I say, oh, you kus de magen. You say, kus de magen. Check. Cleans your stomach. Kunnen we hier vliegpunt? Oh, jong. Eén vind ik dat nog. Dat vind ik daar een cursus van. En op YouTube. In plaats van alles kan beter, computerles, vliegpuntles. Yeah, we should do that. You're up for that? We're gonna teach you Brugge fly time expressions. We're gonna put it on YouTube. Predator fly fishing goes the extra length. Teaching Patagonia victims, Brugge supply time terminology. Refugees from Patagonia.
Dus wat gaan we doen? De tweede toef dat genomen ben, heb ik eigenlijk de puntjes eraf geknipt. Probeer een enkele dikke deel te gebruiken. En nu is de truc om met de dorf. We gaan een losse wikkeling leggen. Voor zover dat lukt. Ga je er al aan mijn woord iets meer op te leggen. De losse wikkeling. En we gaan hem ronddraaien. Probeer er maar nog een toefknop. Een van de trucken om dat te doen kleven in je draad, als je dan met zo'n ding zit, met zo'n koonhit, dat is hij even wat lak gewoon op je draad wreeft, of secondenlijn, het is lekker wat je wilt, en dat je hem een paar keer gewoon erom trekt, dat de lijn mee erin trekt. Hopla. En als je dan een halve steek of twee erop zet, is het goed. Nu, waarom een halve steek of twee maar? Omdat we subiet met onze epoxy de ogen erop gaan zetten en uiteindelijk gaat er ook wel een beetje inlopen, dus dat gaat niet meer loskomen in dat boeken. Het enige risico dat je nu hebt, gezien dat er nog geen epoxy op zit, is dat eindelijk nog kan ronddraaien. Als je dat vastpakt en je zult dat forceren, begint dat rond je naad te draaien. Nu gaan we een potje hieronder zetten, want anders wordt dat hier één smerige boel. Nu gaan we knippen. Het is beter dat je op je gemakske, knipt dan dat je like een wilde man de schouder erin zet. Je kunt altijd meer wegknippen, je kunt er niet aan plakken. Schuin weg naar boven, rondom rond de eerste keer een torque doen. Dat is juist wat er gebeurt, maar dat is niet de bedoeling. Eindelijk ga je hier zo goed of een muddlerkop gaan maken. Je mag dat zo kort of zo lang gaan of dat je zelf wilt. Zie je nou? Je nog een keer die bukte? Ja. Even those guys that didn't fly die fly today. Ja, hij zit. Ja, zo weg. En dan. Ja, hij is een tube erop. Ja, zo goed. Daar misschien een beetje te delen. Nee, je had dat. Toen zei je dat de 150 keer gedaan hebt, we dat nooit perfect kregen ook, maar dat is nu ook niet dramatisch, dat niet perfect is in de kop. Dan in het voorbeeld dat gemaakt en is iets dunner van kop, dus dat is eigen keuze. Eronder of? Want toen ik kan niet zien hoe dat je het afgebonden. Gewoon achter je koon het paar wikkeling, dan lijm op je draad toen nog een paar wikkeling en toen voor oversteen. En uiteindelijk een epoxy gaat. De volgende zit er niet ervoor. Ja, ervoor. Ervoor? Ja. Maar je topjes mee gaan snijden. Ja, dan moet dat eerst afgezet worden. Dat moet eraf. Dat moet eraf, of zo? Nee. Aan de andere kant. Dat moet eraf. Ja, je moet de dikke kant mooi overop. Ja, dat erop. Wat we dan proberen te doen, dat is op de zijkanten, dus je naak zit natuurlijk recht in je vijs, dat is je referentiepunt. Op de zijkanten gaan we oogjes, gaan we pochetjes maken voor de oogjes in te kleven. Dat we dus redelijk kort afknippen. Dat dan een vlak wordt. Dus aan beide kanten, dus vlak zijn en dan mag je er zo een klein pochetje in. Dus wat je nu hebt, als je van de bovenkant kijkt, is dat je eigenlijk een muddler kop krijgt met twee smalle vlakken op de zijkant. Hetzelfde principe, als je daar een duikend patroon van wil maken, snij de bovenkant meer in een curve weg. En als je de sprieten extra uitsteken, mag je grotere basis van toppen die uitsteken en van onder knip je hem recht. Je kan daar eigenlijk zo goed de volle kant mee weg.
En het ultieme alternatief toch gewoon is dat je een popperkop gebruikt, dat je bijsneedt of bijwerkt, of dat je modelleert. Dat je eigenlijk een kop krijgt die duikt, dat is ook een mogelijkheid. Ja, blubben toffen hebt zijn dan. Als je plaats over hebt, moet je toffen blubben hebben zijn. Ja. Je mag. Kom niet op een buk telken meer dan minder. Op de boot. Op de boot. Ja. 18 in de rij. We mogen blijven nu. Zij kunnen de lijst doen. Ja. Ja, dat draait er eigenlijk. Ja. En dan moet je dat ervuren, hè? Of ook erachter blijven. Alles erachter trekken. Je hebt dan tussen je koon hit en je buk en je buktail afbinden. Oké. Check, check en dan nog check. Ja. Dat mag. Ja. Zeker hier niet. En dan nog binnen, hè? Ja. Ja. De post-it. Die verkopen ze ook al bij de als we sponsort er een of andere waar die. Het is niet dat die anderen, hè? Het is niet dat die anderen. Die stomme man. Oh, nee. En dan knip je dat wel op als ja, en dan knip je wat meer voor. Kan je maar met druk? Ik kan het niet, dan maak ik eerlijk een woord. Het is moment. Dit is het mooiste. Het mooiste. Dat is een beetje een beetje een
Dan doen meer in de bossen. Ja, dat is niet anders. We zijn niet gaan vesten, Karel. Ik ken het woord. Ja, maar. Ik ken één genetische afwijking. Ik ken in gesprekken. Ik heb perfect drie, vier gesprekken en ik heb dat is al vaak een keer een surprise geweest voor sommige mensen, dat ik dan toch net hoort wat er gezegd werd. Dan de zaterdag ben je en van heel ver, en van heel ver. Ik hoop al, ben je heel wat aan het zijn. Ik ben heel wat met die reparatie. Hij dan ons is dat niet zo. Ja, het doet je bit hoor. Van het kiet daar staan. Ja, daar is een diepe mij. Ja. Zo? Een premme. Ja. Zie je wel, hè? Zie je wel, het schip met het lichaam, hè? Voor een pruimen. Dat is dus geen lichaam in voor een pruimen. Op niveau? Ja, best. Ik zou helemaal aan het filmen. Je moet intussen die commentaar langs twee kanten. Ik zal het eens doorsturen dat mevrouw de directrice die al van rode oortjes kijken. Dat is hier echt van de avond. Dan kan je posten. Hij is een badminton. Oeh. Ja. Dat is een gebaan. Ah, het is hem daar. Ik kan ze alle zien in andere tenue. Nee, ja, ik heb geen antwoord. Ja, dat is een gebaan. Ja, dat is een gebaan. Meisjes, jullie posten. We zijn niet gaan vesten, Karel. Ja, maar. Ik ken één genetische afwijking. Ik ken in gesprekken. Ik heb perfect drie, vier gesprekken en ik heb honger. Dat is wel vaak een keer een surprise geweest voor sommige mensen. Dat ik dan toch net hoort wat er gezegd werd. Dan de zaterdag ben direct. En van heel ver. En van heel ver. Ik hoop al. Mijn collega was aan het zijn hoe het direct is. Je neemt ook goed de I will not. It's more nice. It looks more nice, but I don't think the bike matters. Ice always. But that's a very. It looks more nice. It looks more like a little bike. But ice are very attractive. Yeah, I know. But I have a lot of flies without ice, and the fish likes it too. Zonder om? Ja, min vind ik wel dat echt zo'n kerstleider is. Ik kan een beetje meer buffilmen opsteken dan wat lekker of lekker was. Misschien wel een beetje beter. Dus. Dus. Wil je dat binnen al had en geen vrienden en dat papiertje dus? Kom van je rug uit. Habimus ignem. We hebben vuur. Ja, het is dat dat, hè? Ignem. Ik heb drie lessen niet gebrost van Latijn. Ik vind dat toen aan de orde gekomen is. En dat ik het nu nog weet. Dus, poep simpel. Je legt je streamen op één kant op het vlak dat je geknipt hebt. Laat je gewoon prik je met je tandenstokerke. Prik je tussen je fibers, tussen je afgeknotte fibertjes van je buktail. En prik je tot in je haaksteel. En je mag dat gerust heel repetitief heel veel doen. En je gaat zien dat er zo goed of direct intrekt. En dat dat naar beneden trekt. Dat dat naar de kern van je haak trekt. Dat is juist hen dat je wilt. Want hiermee ga je vermijden dat je kop van je buktail roteert rond je haak. Dus eigenlijk ga je daarmee je buktailpositie gaan fixeren op je haak. Daarmee. Dus dat is. Je kan en je hebt de plaats met het tipje van je tandenstoker maar je rustig op je draad gaan die achter je cone head zit.
dat kan dan ook al niet meer loskomen. Je ziet dat er op zijn max geen intrang. Je doet, wat ze zeggen, een safety first en een position switch. Je draait je naak. Hij doet heel hetzelfde. En je prikt, constant. Maar altijd op dezelfde plaats, alleen op het oppervlak ter grootte van je ogen eigenlijk, dat je gaat kleven. En inderdaad, like, dat is juist de opmerking dat kleine oogjes zijn, doe je maar een heel klein beetje. Want dat de oogjes zijn, ik geloof dat er zijn van 8 mm, om niet vergissen. De D. Prik. Rikketikketik. Dat is wat er nu toch heb. En nu is het kwestie van even een epoxy iets te laten drogen. Je mag gerust dat je wat epoxy over hebt. Er is niks mis mee, maar aan de onderkant. Even tot tegen je draad te gaan, achter je een cone hit. Voor dat een beetje vast te maken. Dat je draad ook schoon vast ligt. Dat is geen overbodige luxe. Wanneer ga je dan ook je cone weer gaan kleven aan je basis van die epoxy die je gemaakt hebt. En gaat dat op zijn eigen ook niet roteren. Hangt dat vast. Ja, dat is niet veel leuk. Moet er wat aan drukken of niet? Dat mag, ja. Maar je oogjes, je hebt dat dan nu lukraak opgezet. De puntjes van de ogen moeten eigenlijk naar voren staan. Ze zijn een ovale vorm. De punten naar voren. Ik heb dit al een minuutje of twee. Dat is het zicht. Dus nu plakken ze hun vast, ze hangen eraan. Bij het uitharden van je epoxy. Als je kunt schoon positioneren, dus je kunt er al niet meer afvallen. Aan de andere kant van hetzelfde. Je moet je vijs niet vastplakken, nee, Simon. Nee, ik wist. Oei, dat hangt hier ook al. Ik wist dat die stijl. Is er iemand keuken op, hè? Op het allerlaatste moment, als je een epoxy begint uit te reageren. Als je dus duwt, ga je zien dat je dat haar die nu een beetje vreemd recht of haaks op je steel staat van die bukdeel, dat je in een bepaalde vorm duwt naar van achter. Dus even afwachten totdat dat ja, een beetje harder wordt, zodat dat de bluf staat. Dan beginnen al een klein beetje meer vast te staan. Hier ook. Nee, dus mest van tube, je pakt half uur epoxy, zet je een half uur aan je vijs. Dat is maar 5 minuten, dan sta je dat schoon. Nu begint hij te kristalliseren. Je voelt dat aan het kleven. Dus moet wel maken dat je natuurlijk niet vergeet dat je twee kanten hebt aan je streamer. Zie, dat blijft nu beter staan. Dat is nog een klein beetje flexibiliteit dat erin zit. Hier ook. Er is ook niks dat je tegen doet van een keer dat dat dan uitgehard is en je wil nog iets bijknippen. Kun je dat beter achteraf doen, een keer dat daar aan gelegd hebt met een epoxy liggen waar je wilt, kan je het beter achteraf bijknippen en dat je toe dat nog maar juist geplakt is in die jongen, want dat het eerst drogen. Ja. En toch kun je nog alles bijknippen naar je wilt. Normaal gezien gaat hij nu niet te ver met bougieren.
En een keer dat droog is, kan je onnodig is, kun je nog een beetje bijknippen of eronder zetten. Of, ben je er rond gedaan, zeker? Nee, is goed, goed, goed. Ja. Dus toen is het kwestie van we laten dat er een nachtje volledig uitgehard is, is dat perfect. He. En wat heet dan? Hier doe je een beetje al de overschot trek je eruit. Dat is wel reactie. Ik zei lekker van je wel, dat je dan achteraf, je kan het natuurlijk nu doen, want dan gaan die overschotjes gaan dan kleven in epoxy, daar is die bij je. Dus kan je ze een beetje bijknippen. Hier kan je een vlakker opstaande dingen zien. En hier van onder kan je ook iets korter zijn. Nu, die vis had dat niet zo erg vinden. Hè. Dat aan zorgen is een beetje anders. Voilà. En die ogen kunnen er in principe niet meer af. Allee, ja. Natuurlijk is het de eerste keer dat er... Voilà. Voilà, zie. Hele streamers, maar. Niet zo van die partypoints, maar ze van. Ze is een boer. 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 Ik denk dat we eigenlijk nog volledig in best mee. Ook met pluim. That's it.